Nou, ja, het enige wat ik wel kan bedenken is, je kent elkaar natuurlijk zo goed. Dus als er iets gebeurt, dat je ook wel een bepaalde afstand houdt. Maar ik vind dat dat eigenlijk heel makkelijk bij ons gaat. Maar je bent natuurlijk gewoon aan het werk. Dus niet dat je ineens een soort privé ding ertussendoor gooit of zo. Dat je denkt, ja, dat... En je wil elkaar natuurlijk ook graag bijstaan. Terwijl je moet toch ook wel als individu gewoon je ding doen. Dus als je bijvoorbeeld, wij spreken iemand een beetje geïrriteerd raakt op de set. Dan heb je snel het idee van, schaar ik me achter Bracha of andersom. Terwijl, soms moet je dat... Lijkt het dat ik heel erg geïrriteerd ben. Nee, ik zeg toch jij of ik. Je kan je, als je vrije scènes moet doen, hoewel dat viel nog best wel mee, kan je iets meer bekeken voelen natuurlijk. En dat je dat met een actrice doet die je niet kent, dat is net zo, dat is ook ongemakkelijk, maar ja, je voelt je iets meer bekeken, omdat je voelt je iets kwetsbaarder omdat je een stijl bent natuurlijk. Ja, mensen gaan toch denken, zijn ze dat echt? Ja, ja. Of doen ze dat zo? Of, nou, dat is dus niet zo. Nee. Het leukste is samenwerken met je partner. Nou, we hebben elkaar leren kennen op het trail 10 jaar geleden. En dat was een zeer fijne ervaring. Zo fijn dat we nog steeds 10 jaar later bij elkaar zijn. En ik vind het nog steeds heel fijn om het Bracht te spelen. Het geeft heel veel. Je hoeft ook bepaalde dingen niet meer te spelen. Weet je? Dat is echt wel heel, heel plezierig. En wat Bracha ook eerder al zei, we zien elkaar ook nog weer eens, weet je wel zo. Want het is natuurlijk erg druk thuis met alle kinderen. Dus op zo'n set moet je veel wachten en dan kun je lekker met elkaar praten. En je bent even met hetzelfde bezig, dat is ook heel leuk. Je staat met dezelfde mensen te werken en dat maakt het ook heel fijn. Ja.